Hallo, ik ben Colette en ik ben dol op chocolade. Vlechten waren gewoon stukken haar. Die kon je afknippen, net als nagels, zonder dat je er iets van voelde. De vlecht gaat over een jongen, die heet Jacob. En hij vindt op de stoep van zijn eigen straat een afgeknipte vlecht. Toch leek het erger, zo'n vlecht. Bijna alsof je iemand een vinger of een oor zou afsnijden. Ik heb zelf precies zo'n vlecht gevonden op mijn stoep. Dat was de aanleiding voor het verhaal. Want ja, als je zo'n vlecht vindt, ga je meteen denken van... Hoe komt die daar? Wat zit daar allemaal achter? Ik schrijf graag omdat je op papier alles kunt uitproberen wat je in het echte leven vaak niet kunt. Je kunt in het hoofd en in het hart kruipen van veel meer verschillende personages. En je kunt gekke dingen laten gebeuren en verdrietige dingen zonder dat je ze per se allemaal zelf hoeft mee te maken. En dat vind ik daar eigenlijk wel heel spannend aan.